Het lijkt erop dat het bejaarde echtpaar in Nijmegen dat gisterochtend in hun woning aan de Postweg werd gevonden, toch niet op natuurlijke wijze of door een tragisch ongeval om het leven is gekomen. Inmiddels zijn er enkele ongebruikelijke feiten naar buiten gekomen, heeft de politie een buurtonderzoek gedaan en is er een plaatsdeliktunit geplaatst. Het is de dag na de vondst van de lichamen in een woning aan de Postweg in Nijmegen. De politie heeft een plaatsdeliktunit geplaatst voor de woning en er zijn hekken rondom geplaatst. Er zijn beveiligers aanwezig om mensen op afstand te houden. De meeste buurtbewoners zijn geschrokken van dit drama, maar willen liever niet reageren voor camera. Een enkeling wilde ons wel te woord staan. En deze buurt is super rustig, er gebeurt eigenlijk nooit iets. Dus het is wel gek dat er in één keer zoiets in deze buurt gebeurt. Je hoort mensen ook wel erover praten in de buurt. En het stond natuurlijk gisteren al in het nieuws. Dus ja, het is wel even schrikken, ja. Nu is de boel afgezet, hè, met hekken en doek. De politie is hier. Ja, wat zegt dat u? Heel veel en dat raakt me ook heel erg diep. En ik heb het idee dat ze er heel lang over doen, over het onderzoek. Zo, vanaf gistermiddag is het hier al een gekkenhuis. Achterburen laten aan de Gelderlander weten dat zij midden in de nacht licht zagen branden in de woning. Dat zou best uniek zijn, want normaal was alles bijtijds al afgesloten. De politie zou deze middag met een verklaring komen. Uiteindelijk kwam deze te laat om nog mee te nemen in onze uitzending. Hou voor het laatste nieuws onze site in de gaten, rn7.nl.